Meerdere strandhuisjes langs de kust hebben het vandaag zwaar te verduren door harde windstoten van de paasstorm. Het is een ravage op het strand tussen Wijk aan Zee en Castricum. Strandhutten zijn kapot gewaaid, in zee beland of nergens meer te bekennen. Eigenaren van de strandhuisjes zijn uit voorzorg naar het strand gekomen. Zo ook Peter Admiraal. Hij heeft al 35 jaar een strandhuis. Ik denk, ik moest toch maar even kijken of alles er nog goed bij staat. Dus ik wil wat zakken zand er tegenaan zetten. Dat als het vannacht of vanavond laat weer nog vervelender wordt, zou ik maar zeggen. Dat ik in ieder geval voor mij het gevoel heb dat ik er wat aan gedaan heb, zou ik maar zeggen. Ja, er zijn toch een hoop mensen die hem even beginnen te knijpen nu, hè? Ja, maar dat doe je altijd wel een beetje als het erg is. Maar ja, dat hoort ook bij het strandleven. Het is niet alleen maar op je rug in de zon liggen. Het is ook wel eens dat het even anders is. Ja, je kan beter zeker zijn dan dat je straks de brokken bij elkaar moet vegen. Dat is helemaal zonde. Ja. Maar ja. Hoe kan je het voorkomen? Wat ben je nu aan het doen? Nou ja, wat zandzakken neerleggen, dat het zand minder wegstuift. En ja, maar afwachten. Een kruisje slaan maar, denk ik. Zoiets, ja. Misschien morgen weer even komen kijken of zo. Ja, moet u toch nog aan het werk op tweede paasdag? Ja, maar dat is niet erg. Frisse neus kan geen kwaad.